En dan vond ik het eigenlijk nog wel een hele goede vraag ook. Nog even een kaart pakken. Dat was een vraag over, zijn er ook landen waar ze niks voor zeehonden doen? Er zijn verschillende mensen natuurlijk met verschillende denkwijzen. Maar ik heb al die rode stippen wat je ziet, dat zijn mensen met de hele wereld, die hebben bij mij geleerd, hoe ga je met in nood verkerende dieren om? Ook al zijn er 1 miljoen van, of zijn er maar 10 van. Wat doe je als je een dier in nood tegenkomt? Die kom je zo tegen. Wat doe je dan? Nou, in al die landen, wat ik je laat zien, zeggen ze, dat dier moeten we helpen. Als je hem niet ziet, ja, dat is een ander verhaal. Er is maar 1 land in Europa, en dat is helaas, is dat een punt, dat is Denemarken. Als daar een huiler op het strand ligt en hij huilt en zijn moeder kwijt door storm, want als het heel hard stormt, moeten ze heel lang achter hun moeder aanzwemmen. Dat lukt dan niet. Moeder neemt ze ook op de rug. Het is eigenlijk een heel triest verhaal dan. Raken ze me kwijt, liggen ze ergens te huilen, dan komt er een knappe jager uit Denemarken en die schiet hem dood. Ook voor de ogen van kinderen. En wij willen ervoor zorgen met elkaar, met Dierenlot, dat dat in Nederland hier nooit mag. Deze onverschilligheid van al die dieren, die zijn toch door ons in de problemen gekomen. He, je ziet het aan de voedselketen. Je ziet het ook hoe ze erbij liggen. Ze worden verstoord. Wij zijn overal, zijn we. En ook, ze krijgen gifstoffen binnen. Want dat zit hierin, het gif. Het gif gaat omhoog en komt uiteindelijk in de zeehond terecht. En daarom worden ze veel gauwer ziek. En dat is niks, geen natuur. Dat heeft gewoon ermee te maken dat we gewoon de bodem, al het gif blijft er 50 jaar in zitten. Het zit in de zeehond. En dan wordt hij gauw ziek. Dat wordt hij niet. Wij krijgen ook allerlei kinderziektes, groeien we weer overheen. Maar een zeehond die een kinderziekte krijgt, die gaat er dood aan. En daarom moeten we voor iedere zeehond in nood, met hulp van Dierenlot ook, die moeten we redden. En dat blijven we doen in Nederland. En die Denen, daar moeten we maar eens een keer heen.